De wijk Paasbos heeft al een WhatsApp-groep en nu komt er ook een buurtwacht. Waarom is dat nodig? Was die WhatsApp-groep niet genoeg? De WhatsApp-groep is natuurlijk voor de hele buurt. We hebben natuurlijk een hele grote wijk hier. Strijland, Paasbos is natuurlijk een hele grote wijk. En we hebben deze buurtwacht eigenlijk opgezet voor de ouderen in onze wijk. Om die een veiliger gevoel te geven. Dus dat betekent dat we bijvoorbeeld hier de Hoefslag, de Gruttolaan, Bachlaan, Gouden Regelaan. Daar hebben we een aantal bejaardenwoningen zitten. En speciaal voor deze buurt, voor die wijk, hebben we dit eigenlijk opgezet. Maar nu hoorde ik je net zeggen van als je iets anders signaleert, bijvoorbeeld iemand die zijn vuil niet opruimt of de kattenkwaad uithaalt, dat jullie daar dan ook wat mee doen. Wij kunnen natuurlijk van alles signaleren. Van inbraken tot vuilstorten. Ja, natuurlijk kattenkwaad. Ook dat zal je tegenkomen. Ik bedoel, er loopt hier ook een hele hoop jeugd in onze wijk. En wellicht kunnen we daar misschien dan ook een rol in spelen. Hè? We hebben al overlegd met politie, handhaving. Zij staan altijd op de achtergrond bij ons. Dus mocht er een keer wat zijn, kunnen we dat ook aan hun melden. En kunnen we dan natuurlijk ook daarop inspringen. En het zal niet zo zijn dat we dan van alles een melding moeten maken. Maar kom je iets tegen waar je zegt van jongens, dit kan echt niet door de beugel. Wij kunnen het niet oplossen met diegene die we daarop aanspreken. Dan zal daar iemand anders naartoe gaan, ja. Nu gaan jullie in die wijk lopen, maar hoe vaak doe je dat overdag? Doe je dat 's morgens, 's avonds, 's nachts? Nou, dat is dus heel willekeurig. Want als we nu melden van we gaan elke dinsdagavond om 8 uur lopen. Dat is 3 weken. Dan weet iedereen wanneer we lopen. En dan heeft het geen zin meer natuurlijk. Het is gewoon heel willekeurig. Het kan 's morgens zijn. Het kan 's avonds zijn. Het kan 's nachts zijn. Het kan midden op de dag zijn. Het is maar net hoeveel mensen we op dat moment in kunnen zetten. En wanneer we ze in kunnen zetten. En dan gaan we gewoon aan de wandel. Ik telde hier een stuk of 6, 7. Maar hoeveel mensen heb je intussen? We zijn inmiddels met 8 mensen totaal. Dat betekent dat we 4 groepjes kunnen maken. Dus we zouden 4 avonden, 4 middagen, 4 ochtenden. We zouden een aantal uren op pad kunnen. Er mogen natuurlijk altijd meer mensen bij. Want nu het eenmaal loopt, zouden we kunnen inzetten bijvoorbeeld op mensen die s'avonds met de hond gaan wandelen. Dat die even met 2 man een hesje aantrekken. Jongens, dat is de buurtwacht. Ga even met z'n allen de wijk door. Doe je rondje. Kijk eens even hier in je eigen wijk. Laat in de tussentijd je hond uit. Dan heb je 2 vliegen in 1 klap. Dat zou natuurlijk nog kunnen. En misschien zijn er wel hele actieve mensen in de buurt die zeggen van nou, het lijkt mij wel wat. Ik wil me daar graag bij aansluiten. Heel graag. Hoe ga je meten of het überhaupt effect heeft? Nou, we hebben natuurlijk een website die via de politie.nl zichtbaar is. En dan kun je kijken in je eigen wijk. Daar is een aantal, tenminste daar staan dan een aantal inbraken in. Natuurlijk als je op straat loopt kun je daarvoor zorgen dat je dus een preventieve werking hebt. Dat dat niet meer gebeurt. Want we hebben dus vooral een inbraakgolf gehad hier op de Gruttolaan en op de Hoefslag, zeg maar, bij deze bejaardenwoningen. We kunnen kijken na een half jaar of op die politiemonitor of daar natuurlijk nu minder inbraken op gemeld zijn. Dus ja, ik hoop dat we daar na 6 maanden kunnen zeggen van jongens, al zijn het er 3 minder als vorig jaar, dan hebben we al een succesje geboekt. Jullie hebben de hesjes gekregen van de gemeente, eigenlijk ook een paar goede schoenen. Misschien de wandelschoenen nog, maar we hebben van de gemeente een aantal hesjes gekregen. We hebben een aantal zaklampen gekregen, zodat we ook niet in het donker hoeven lopen als we een keer ergens achter door de steeg heen lopen. Dat we goed zicht hebben. En het is natuurlijk ook voor onze eigen veiligheid, want dat staat voorop.